Happy Vlogmas Day 19, guys. Vandaag ga ik weer vloggen voor jullie. En ik ben onderweg naar school. En morgen is mijn meeting, dus dat is super leuk. Ik heb er super veel zin in om jullie lieve kijkers te ontmoeten. Gisteravond is om 12:30 s'nachts is een vlog online gekomen. Die eigenlijk eergisteren online had moeten komen. Maar ik loop dus weer naar school toe. Ik ga zo meteen even naar de Hitkamp bellen, want ik had tickets gewonnen voor de Christmas party. Maar die tickets heb ik nog steeds niet gehad. Dus daar ga ik wat aan doen. Dus ik ga nu even verder lopen en dan ga ik even bijna naar Hitkamp. Om het even te regelen. Ik ben dus nu in Den Haag en ik heb lasagne. En dit ziet er lekker uit. En Sini die heeft een broodje kroket. En daar zit hij. We zitten nu in die Babadom, dus dit gaan we lekker eten. Dat wij in één keer. Jamie is lekker aan het eten. Jam, jam. Zodat hij het niet meer heeft. Zodat ook nu. Duurt alleen een beetje lang. Ik heb mijn bord al lang willen eten. Vond hij het op ons bedrijf nog niet echt nodig? Maar het is waarschijnlijk hartstikke heet. Ja, het kost mij €5000. Prima, maar dan wil ik wel een vierjarige. Ik ben echt benieuwd wanneer die lasagne over je kleren heen gaat. Oh, ik vind hier alsof iets. Erg lekker. Ja. Duurt lang. Ja. Echt nog geen lasagne op binnen 20 seconden hoor. Echt wel, ik kan alles. Nee. Wat? En weer een hap. Ja, vertel even waar we zijn. We zijn in. Daar zo. Nee, dat ik niet moet willen, zo van haar. Moet je me de hele tijd filmen? Ja. Nee, dit is entertainment voor mensen die graag naar jouw vlogs kijken. Zijn ze weer een stapje dichter bij de waarheid nu jij eet? Heel belangrijk om te weten. Hoe lang het ook duurt. Hoe lang het ook duurt. We zijn nu al een paar minuten verder. Ja, maar die mensen zijn waarschijnlijk altijd thuis. Je voelt je gewoon gemakkelijk nu, hè? Nu kan je niet eten zoals je normaal eet, nu moet je netjes eten. Ja, ik hoef je dat ook te doen. Jij kunt het niet doen. Ja, ik ben gewoon. Ja, ik ken het niet. Heel YouTube is om eten. Ja. Nou ja, als genoeg mensen. It's important. Very important. Of my goodste English. Ja. Yeah. Dit werk gaat nog mensen zijn. Maar film jezelf maar even. En dan? Dan zie je alleen mijn hoofd. Nou, weet je wat ik heel erg kan herinneren? Nou, kijk, ik zie mij ook. Ja, nu je ziet. Ja, nou zou ik het ook zo. Zit niet eens open. Ik ben niet mee bezig, maar op dit moment is je al goed in de zin. Oh, en ik zit naar een van de Jamie. Ja, ook niet om met een Ik ben nog steeds op Den Haag en ik heb net ibuprofen genomen, want ik voel een beginnende kiespijn opkomen. En ik ben nog steeds met Vinnie. En op Centraal heb ik morgen mijn meeting. En dat is zeg maar bij Starbucks. En dat laat ik jullie zo zien waar dat is. Mijn camera is wel bijna leeg, dus ik had hem echt vannacht moeten opladen. Maar ik was daar te lui voor om dat te doen. Dus we lopen nu naar de stad en we gaan even lekker kerst shoppen. Dus dat wordt leuk. Oh, en ik heb nu hele school gesmaakt in mijn mond zin. Dus ik ga zo meteen even drinken. En dan natuurlijk ga ik dat ook voor jullie vloggen vandaag. Dus dat wordt super fun. Dus we zijn een tijdje thuis en ik heb heel weinig. Nou, niet echt. Het laatste beeld wat jullie hebben gezien is dat ik naar Den Haag ging.
Ik heb uiteindelijk niks gekocht. Alleen een chocomel en wat koekjes bij de Marks & Spencer, like always. Ik ga nu even lekker naar beneden. Want ik ga beneden de vlog uploaden. Want boven doet hij het dus niet. Het uploaden. En ondertussen ga ik lekker de Voice kijken. Met mama. En morgen wordt ook wel een drukke dag. Maar ik denk dat ik vandaag ook wel een beetje vroeg ga slapen. Omdat ik morgen heel vroeg naar Jumeirah ga. Om een uurtje of 9 uur heb ik afgesproken. Dus dat betekent dat ik om 9:10 de bus moet hebben. Het is niet zo'n heel groot probleem, vind ik. Omdat het dan lekker chill is, muziekje erin, weet je wel. En dan gaat de tijd zo snel. Oké, nou, het is nu 9:10. Ik ga naar beneden om de vlog voor jullie te uploaden. En dan komt die misschien over een uurtje online. Voor de mensen die het wilden weten. Ik heb natuurlijk 3 keer een vlog geüpload van Fashion Chicks. En heel veel mensen die al naar de film zijn geweest, die spotten mij niet. Dus ik vond laatst een filmpje op YouTube waar ik in voorkom. Dan zie je me op de achtergrond. En die zal ik wel hierachter plakken. Dus... geweldig. Ik heb gelijk besteld. Waar liggen salades? De salades. Oh, daar. Je raadt nooit met wie ik net heb staan praten. Nee, Lizzie. Ja, ze is toch veel. Ik heb dus net de Voice gekeken met mijn moeder. Het was superleuk. En ik ga dus nu de vlog bewerken, want... dan upload ik hem morgen. En morgen heb ik een hele drukke dag. Ik ga eerst naar Jumeirah. Dan door naar Den Haag voor mijn meeting. Als jullie trouwens deze vlogs zien, dan is mijn meeting voorbij. En dan vind ik het echt jammer. En in de avond heb ik... En daarna ga ik met Sophie en met Masha. En wat eten. Omdat we elkaar heel lang niet meer hebben gezien. En dan in de avond blijft Sophie bij mij slapen. Dus dat. Trouwens, vandaag heb ik deze chocomel gekocht. Marks & Spencer was maar 1,50 euro. En omdat ik het zo lekker vond, heb ik deze gekocht. Deze chocolate chip koekjes. En hier zitten er 5 in. En normaal zijn ze 85 cent per stuk. En nu waren ze maar 2,85 euro voor 5. Dus dat is wel... een goede deal. Ik ga nu even de vlog editen. Dan bedank jullie voor het kijken. En dan zie ik jullie morgen weer bij de meeting. Woep woep. Woep woep. Nee, geintje. Maar dan zie ik jullie morgen weer. Dus tot morgen, guys. Doei.